De ravage bij de kledingzaak van Bas van Zessen in Brandwijk is groot na de verwoestende brand van nog geen 2 weken geleden. Toch zit de ondernemer niet bij de pakken neer. Nadat de tranen en frustraties verwerkt zijn, gaat het vizier alweer snel op de toekomst. Ja, je kan achterom zitten kijken, maar dat heeft geen zin. Dus wij hebben dezelfde avond nog gezegd van tenminste, van we moeten zo snel mogelijk weer open voor onze klanten, zeg maar. Voor het bedrijf ook, zeg maar, voor mijn mensen die bij ons werken. Gewoon plankgas er tegenaan, zeg maar. In een paar dagen tijd stampt Van Zessen een nieuw tijdelijk pand uit de grond. Maar dat kan hij niet alleen. De hulp komt dan ook uit alle hoeken. Voordat de nacht invalde had ik ongeveer 200 bemoedigende appies op mijn telefoon, zeg maar, plus minus. En 's maandags had ik heel veel stapel mails met mensen die wilden hulp, kosteloos wilden helpen. Ik heb echt een stortvloed van liefde over me heen gekregen. Mega. Ja, onvoorstelbaar. Er waren al plannen om het oude bedrijfsgebouw te vervangen door nieuwbouw, maar niet op deze manier. Nee, dat klopt. We hadden de vergunning voor de nieuwbouw, die hadden we al. Dus, en nu moeten we dit tijdelijk, zeg maar, gebruiken. En dan gaan we gelijk met het nieuwe gebouw verder, zeg maar. Wanneer moet het nieuwe gebouw opengaan? Dus voor anderhalf, 2 jaar, misschien iets korter. Maar we kunnen hier gewoon goed doorwinkelen, zeg maar. En in de tussentijd kunnen we daar gewoon een mooi gebouw neerzetten. Wanneer gaat hier de deur open? Zaterdag hopen we om 9 uur de winkel open te doen. Ja, dat gaat gebeuren.